Ik ben zo enthousiast. Jos is een fucking kast. Ah, yo! Mensen van Golden Pop Edition, welkom bij een nieuwe aflevering van Jos is Max! Yeah! Daar zijn we weer. Ja, en Mitch is er helemaal niet live bij. Nou. Vandaag zijn we race nummer 3. Race 1 haalden we 1 punt. Race 2 haalden we net geen 1 punt. Terwijl we dikke punten hadden kunnen scoren. Maar deze man die dacht... Oh, ik ga naar binnen voor regenbolletjes. Maar dat was niet genoeg regen. Dus dat was een beetje kut. Maar ja, dat soort dingen gebeuren allemaal natuurlijk. Wat zijn jullie over Mayans Moes, jongens? Hey, Dan. Ja. Dan. Ja. Heb je die Marco al gezien daar, of niet? Ja, zeker. Die zegt de hele tijd zo van... Marco, prima, ah, weet je wel. Ja. En dan heb je ook nog die gast Jos, weet je wel. Die zit daar de hele tijd net te doen alsof hij ons niet hoort, weet je wel. Maar ja, eigenlijk hoort hij ons stiekem wel. En dan denk ik dat we aan het smoesen zijn en zo, weet je wel. Ja, klopt. Ja. Weet je nog? Ja, dat weet ik wel. Dat is mooi, hè? Nee. Maar eigenlijk kan ik ook even zeggen. Dat, als je vandaag niet presteert, dan kan ik jou misschien wel gaan ontslaan. Oh, wat? En Jos, die denkt allemaal dat hij supergoed is. Ja. Maar jij bent fucking beter, Dan. Kom op, je kan het, hè. Let's go vandaag. Ja, maar nou vind ik het weer te spannend allemaal. Al die druk. Nu kan ik het niet meer. Oh ja, sorry. Wat rij je vandaag in? Oostenrijk, het land van bergen en... Ja, de bergen. Dit baantje, die ligt ons. Dus we gaan kei lekker. Behalve zeg maar dit. Gebeurde in de training. Het is geen special effect, zeg maar. Wacht even, wacht even. Ik weet misschien een probleem. Tommy, wacht even. Tommy, ik had toch in race 1 gezegd dat we dit seizoen de auto konden upgraden met een tosti ijzer en zo. We kunnen natuurlijk alles ontwikkelen aan deze auto. Nieuwe voorvleugels, nieuwe motor, nieuwe alles. Tosti ijzer in je auto, dat ik een keer een lange race heb, dat je gewoon tosti kan vouwen ondertussen terwijl je het rijden bent. Gewoon mooie dingen. Volgens mij, die rook van vanmorgen in de training. Weet je wel, als je zo'n tosti maakt en je doet er zo'n kilo kaas zo ertussen. Al die floepie, de kaasvloep, weet je wel, zo noem ik dat. Die stroomt over, weet je wel. Echt stroomt over de randjes in. En dan komt het op de grill. En dan gaat stinken, roken en shit. Ja, volgens mij was dat het. Maar dat is goed voor een pilletje. Wel een lekker tossetje, man. Ja, dat dacht ik ook, Tommy. Nou, dames en heren, niks aan de hand vandaag. Onze motor die is gewoon helemaal in orde. Dat was gewoon als tossie uit. Dat kan gebeuren. Was gewoon zakken lekkere tossie ook nog. Nou ja, even zonder gekheid. We moeten onderhand eens een keer puntjes, flinke punten gaan scoren. En als het vandaag niet gaat lukken, dan wordt het een lang seizoen. We gaan eventjes video bellen met de teambaas, met Mitch. Ja. Hey, Mitch. Goedenavondmiddag. Goedemiddag, jongen. Ik weet niet hoe jij allemaal leeft, maar als je al in de avond leeft, dan heb je al lang de kwalificatie gehad. Dus ik weet niet hoe je allemaal loopt te zeggen over goede avond. Maar ja, dan heb je jou wel eens vaker mis in jouw hoofd. Ja, nee, dat snap ik helemaal, jongen. Je kent mij toch? Ja, daarom zeg ik, jij leeft er in de avond, terwijl je in de middag moet kwalificeren. Dus wat dat betreft toch? Ja, ik zeg toch ja, man. Jezus, let nou eens een keer op. Oké, ja. Ja. Dus ik zeg zo, we moeten daar echt in deze kwalificatie... Nee, dat is niet goed. We moeten in deze kwalificatie zo goed presteren en dan in de race iedereen vol YOLO divebommen. Ga ik doen. Ja, precies. En dan ga je dan echt iedereen inhalen en dan maak je daar zo'n fucking goede race van. Want anders dan is het onze kans helemaal verneukt en dan hebben we pech, want dan trekt de stekker eruit. Ja, dat zou wel vervelend zijn als je dat zou doen. Dat zou ook zou niet jullie zijn. Zonder mijn geld ben je nergens. Wil je ook een beetje gold power, Mitch? Lekker. Hier. Oh, thanks. Alsjeblieft. Oh, ga die even over je toetsenbord heen gooien, jongen. Dat is echt mooi. Dan heb je daar helemaal niks meer. Godverdomme, man. Nou heb ik het helemaal over mijn toetsenbord heen gegooid. Kan je daar niet meer racen? Ja. Even kijken, hoor. Dus gewoon iedereen de tering moeder diven bommen. Mm-hmm. En dan gewoon zien waar we de chips zand. Ja. Lijkt me een goed plan. Volgens mij hebben we de afgelopen 6-7 jaar niet anders gedaan. Kan je zeggen. Dus we gaan naar die quali. Lekker. We gaan het gewoon doen. Dankjewel, Mitch, tot de volgende keer. Succes, jongen. Of tijdens de race zometeen, want je kan gewoon bij mij praten tijdens de race. Doei. Godverdomme, weer die tossie-ijzer kapot, verdomme, man. Misschien had ik niet mijn piemel ertussen moeten steken. God, is mijn tossie-ijzer nou weer kapot? Jongen, als dit zo doorgaat, jongen. Ga ik gewoon naar een ander team met wel fatsoenlijke tossie-ijzers kunnen bouwen. Sjaak? Ik heet hem weer Sjaak, hoor. Oh, je bent Sjaak niet? Nee. Wie de fuck is hier Sjaak dan? Wie is... Jij. Ik ben de Sjaak. Ja, jij bent de Sjaak. Goeie. Daar zijn we bij de race, dames en heren. Goedemiddag. Hey, goedemiddag, Olaf. Dat John Watson een weddenschap verloor en zijn baard... Was ze zijn paard kwijt? Sakker, was het zo lang geleden dat ze nog Formule 1 reden op paarden, joh. 700 meter boven de zeespiegelen. Mijn gevoel voor humor ligt 700 meter onder de zeespiegel. Gaan we de safety car vandaag in actie zien? Ik hoop het wel, want dat zou betekenen dat we een lekker stoppen kunnen maken. Hopelijk deze keer. Dus coureurskampioenschap Bottas, Hamilton en Max Verstappen. En dan ben ik.
Joske! Valtteri Contas. Pierre Gasly start op pole position. Wat? Naast Sergio Perez die op P2 staat. Door naar de rest van de grid hebben we... Bottas, Hamilton. Oké! Okay. Lando Norris en Ricciardo. Waar sta ik dan? Verstappen, Leclerc. Sainz en Smith. Tiende! Vettel. Fernando Alonso. Dat was een beetje een kutronde, ik raakte het gras. Tsunoda. Hoezo is jouw keer op het pole? Nou, dames en heren, het zonnetje schijnt. Dit wordt gewoon weer zo'n prachtrace, hopelijk. Eerste circuit die onze auto echt wel fatsoenlijk ligt op zich. En zoals we al besproken hebben met onze teambaas. We gaan gewoon full YOLO. Dus we gaan iedereen gewoon divebommen waar het maar kan. En dan halen we of dikke punten, of ik eindig in de vangrail. Maar dus, either way, wordt een leuke race vandaag. Dus daar gaan we in Oostenrijk. Let's go. Helemaal als Gasly voorop ligt. Ik kan misschien iedereen ophouden. En daardoor kan ik misschien wel de mensen voor mij makkelijker bijhouden. De opruimronde is nog altijd weer spannend. Kijken welk rondje we naar binnen gaan. We gaan rondje 8 ongeveer. Nou, daar moeten we niet hard op zeggen. Want anders zou Vettel daar ook starten. En dan denkt hij van, oh, dan ga ik jou gewoon epische pits in battle, Jos. Potentieel vandaag is hoger dan 10. Dus alles wat lager dan 10 is, worden we misschien wel ontslagen. Dus de druk staat er wel een beetje op, jongens. Misschien word ik wel ontslagen daar vandaag. Maar we gaan er gewoon voor. We hebben bijna de snelste auto op het rechtstuk. Als er niks kapot gaat, want Tosti IJzer kan nog wel eens een route in het eten gooien. Letterlijk. Snap je, als het Tosti aanbrandt, heb je goed in je... Snap je? Ah, leuk, ja. Oké, okay, dan gaan we. Pak eens nou. Oké, okay, 5 rode lampjes. Dat ik ben Olaf Mol, want ik ben cool. Het is zondag 7 maart. Oh nee, wacht. Ik heb geen idee wat ik gedaan heb. We zijn onderweg. En daar gaat Jos. Jos heeft een hele goede start. Leclerc zit daar, een beetje in de weg. Sainz blokkeert de Ferrari natuurlijk, maar hij gaat midden door. Kan dat? Ja, tuurlijk kan dat, want hij ging divebomben. Had hij namelijk ook. Oh, en daar rustig kaakt die Ricciardo. Die Leclerc, die kan ook helemaal niks. Maar de beide Ferrari's zijn te pakken. Dan komt er hier een schitterende divebomb op zich aan. Godzakken, jongen. Wat zeg ik nou net op de crit? Komt hij aan. Divebomb! Oh, zie je, dat zei ik toch, divebomb. Ja, lekker. Oké, gaat goed. Er is een kleine gele vlag, maar dat geeft niks, want we kunnen gewoon door. Botsing, daarachter. Right, oké, 7e. We're accumulating some wear on the MG UK. Ja, lekker! To manage this, we'll need to lower our ERS deployment mode. Lando! Give me another Lando! Oh, I got him! De McLaren zijn wel een beetje snel misschien, maar we kunnen daar gewoon... Oh, stel ze eerst 70 zij toch? Kijk eens gaan, jongen! Vliegende kanonskogel. Gasly nog steeds eerste. En best zoveel het gaat tot nu toe. Maar goed, je gaat best lekker weer in 7e. We kunnen nog steeds verder naar voren, want ik ben er eigenlijk alleen maar om de overwinningen. Kijk uit van Norris, hè. Ja, goed zo, jongen. Oké, okay, als je nou even gas geeft een keer, met die tos die ijzer van je. Wordt een battle. Met Norris. Oké, okay, hij gaat de binnenkant pakken. Ik ga gewoon voor de goede exit. Lukt wel voor de eerste, maar goed. Zit er even wat progressie in onze auto. Gelukkig is die Gasly train voor me nog steeds echt een ding. Oh, is net ingehaald. Oh, fuck. Nou heb ik de RS, Lando. Doei. Oh, de battle daarvoor, joh. Holy shit. Oh my god, what the fuck. Heb ik geen DRS? Ah, oh, jammer. Wel een betere exit dan Ricciardo. Ik ga voor die mogen dive. YOLO op de racelijn. Ah, net te kort. Lekker Gasly, thanks maat. Oh, zit er vol in DRS range. Let's go, dat wordt hem. Oh, daar gaan we. Jos heeft DRS op Ricciardo. En Gasly heeft net super goed de boel geblokkeerd, waardoor Jos nu aan kan sluiten. Hij kan een zieke divebomb gaan maken. En we hebben van tevoren afgesproken dat we dit zouden doen. Daar komt hij. Nee, daar komt hij niet. Maar hij heeft wel een betere exit. En Gasly die raakt Ricciardo. Daardoor heeft Jos een betere exit. Exit van mijn leven! Dat is een hele goede exit. Misschien wel de exit van zijn leven. Oh. Wat hij net ook zei. Oh, I see! Andere auto's zijn toch wel ietsje sneller op het rechtstuk. Maar daar komt een super divebomb. Oh my god! Fucking YOLO, boeien, jongen, boeien! Ik raak mijn stem kwijt! Ja, deal met dit dan! Hoppakee! Lekker jongens! Fantastic! 5e baby! Heerlijk! Oh, Ricciardo is er al voorbij, shit! Oh, dan komt Dario. Dat DRS. Kom dan! Hij komt! Ik heb DRS! The biggest trickery of the century! Dat bal zou wel echt naar de tering. Helemaal naar de tering! Helemaal naar de tering! Oh, je hebt natuurlijk helemaal niks aan, joh, sorry! Ik ga er binnen. Stop, stop, fuck it, oh, dan komt Ricciardo weer.
Maar dat geeft niet. Oeh, mijn versnellingsbak. Wat een gammele klotenbak heb ik, joh. Jos, laat die Carderling even voorbij komen. Rijden dan naar de pit zitten, dat hij er niet in kan. Lijkt me een supergoed idee. Oké. Okay. Daar hebben we een voordeel van. Juist, lekker, lekker, Jos. Dit is goed. Heerlijk gereden. Yeah. Fantastisch gedaan. Nou moet Ricardo door. En Norris ook. Ja, dan zijn ze 2 ronden later, want ze kunnen niet dubbel stekken. Dus dan heb jij sowieso een van de McLaren's te pakken. Oh, dat was echt slim voor mij. Even Ricardo wijd gebeut en dan volle bak gewoon die pitstraat in. Oké. Okay. Let's hope for the best, dames en heren. Let's hope for the best. Oh, een van de McLaren's is nu binnen. Shit. Oh, dit was spannend. Oh, die gasten. Okay, there appears to be an issue. We're currently investigating. Nee! Oké, okay, lekker. Was dat Hamilton? Hamilton? Oh my god! It's not good news, I'm afraid. Seems like an engine issue. Okay, touch wood. Seems like the fault has resolved itself. Oh my fucking god, wat doe ik allemaal? Holy shitballs. Ja, hola Paul hier met de replay. Hier komt Hamilton uit de pits en die vindt in één keer 4 man voor zich. Mick Schumacher en Jos zit hier te battelen en... Hamilton gaat natuurlijk aanremmen op de racelijn, maar het is ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt. Die 2 voorste, Williams en Dan Tinktum, houden iedereen op en Jos slipt er tussendoor als een gladde paling. Dan, ga alsjeblieft aan de kant. Jos, orders, ja. Ja, ik ben het toch al. Ik zeg toen even, Jos, ik heb Dan Tinktum toevallig aan het begin van de race toegesproken dat hij eigenlijk jou moest verslaan. Maar ik heb net even tegen hem verteld dat hij als een motherfucker aan de kant moet gaan, want anders dan komt daar Hamilton eraan en dan heb je een probleem, weet je wel. Oh shit, daar is Hamilton alweer. Je hebt al een probleem. Lekker Dan, goed gedaan jongen. Wat doet hij? Wat een held. Dan Tinktum, beste coureur, hij mag blijven. Ja, hallo, daar ben ik weer. Ik ben Olaf Mol. Ik mocht niet aan via players nou doen, maar ik kon de Paul Productions commentaar geven. Dit is wel heel erg bijzonder wat hier gebeurt. Hamilton en Jos die fixen het eigenlijk uit. En Daniel Tinktum zit daar voor me, die duikt de pits in. En die rent af en Hamilton ziet het te laat. Hij is fucking blind. Waarschijnlijk heeft hij gewoon een bril nodig en een gehoorapparaat. Die gast, ja, dan kun je wat hij allemaal doet als je ziet. Of is dit heel smerig gespeeld van Dan Tinktum? Als het die andere McLaren voorblijft, dan wordt dit echt een epische finish. Tenminste, als mijn auto het volhoudt, want ik hoor allemaal dat er allemaal shit kapot gaat en ik weet het allemaal niet. Is er geel? Oh mijn god, er is geel. Ja, hallo, Olaf Mol, hier, je bent wel die ene gozer die niet meer de via play mocht. En holy shit, het is Esteban Ocon die gewoon weer alles in het toespritje flikkert. We zien het hier vanaf de auto van Mitchell Schoenmakers. Die is dat helemaal... Oh, holy shit, dit tikt hem altijd iemand in. Dat is noemenswaardig of gaat... Deze Schumacher gaat ook gewoon kapot. Wat een stelletje tering de bielen hier ook allemaal op de circuit. We gaan voor de gein nog even Ocon on board even kijken. Oh ja, supergoed man, supergoed. Ik zou even blijven oefenen voor de crash. Plan met de man even een race beter doen, doei. Ik lig vierde, oh my god. Hey Jos, je ligt vierde, vet goed. Ja, dat weet ik Tommy. Weet je wat ik lekker vind bij de Chinees? Ik vind van die lumpia's en... Ik beter even je smoel houden. Oh, als er één iemand er voor me uitvalt, jongen, dan ligt het podium. Dan moet de rest van de race ook nog Ricardo voor me afhouden. En dat wordt ook een heel hels kawaii. Ik heb meestal wat moet ik doen, moet ik... Voorzichtig zijn en de plek houden, of zal ik doen? Nou, zal ik die auto's op de baan proberen te houden en gewoon eens even lekker remmen en een beetje gas geven. En dan kijken we daarna even wat Ricardo doet, goed? Is goed. Oké, ik ga hier geen ERS gebruiken. Nee, en ik zou geen ERS gebruiken. Kunnen wij voor dat ERS inhalen, hopelijk? Juist. En dan hier. ERS smokkelen, baby, let's go! Kom dan. Oh! Shit! Contact met Ricardo! Is alles nog heel? Jos, ik weet al dat dat nog werkt. Jouw hersenen, hè? Oh nee. Mijn hersenen werken wel nog. Nou, daar heb ik extreme twijfels bij, Mitch. The turbocharger is on its last legs. Ja, joh! Hè? Is er nog iets wat wel werkt? Het heeft van beter uit gaan komen, Ricardo. Stel dat ik. Hij is niet snel genoeg om in te halen, voor nu. Ik heb nu al geen grip meer hier. Nou, en ik heb geen grip meer op mezelf zometeen. Ik denk dat ik iedereen bij McLaren neer ga hoeken met een hoop op knuppel of zo. Wat ben je toch ook een leuke man, Tommy. Komt hij weer. Oh, ik heb het verkeerd gedaan, denk ik. Wel een goede exit. En DRS. Pokjes, POG.
Je hebt nog één ronde. Laatste ronde, baby. Dan komt ie. We're leading our teammate by 25.0 seconds. Oh my god. Wat een actie daar voor Ricardo. Okay, clear. Oh, wat gebeurde er? Ik denk dat hij een lekker achterbak had of zo. We gaan vierde worden, jongens. Hell yeah. Wat een race, jongens. Holy shit. Op eigen kracht. Ah, wel grotendeels. Even cruisen, hoor. Even cruisen. En dan gaan we lekker vierde. Let's go. Yes. Hoppa. Zo. Ja, zeker een kruisje van de dag. Wat een comeback, joh. Dit circuit. Wat een geluk en mazzel hebben we gehad met die crashes van Hamilton en Ricciardo. Maar die undercut, jongen. Oeh, die werkte een partij lekker. Kun je nagaan als we een keer op het podium komen binnenkort. Dan ga ik echt salto's van mijn dak afdoen, joh. Ik denk dat Mitch trots kan zijn. We gaan zo eventjes contacteren, natuurlijk. De beste race. En jaren gewoon. Pep. Ze hebben de banden optimaal benut. Godzakken, je moeder optimaal benut, jongen. En ja, dit komt helemaal nog goed, jongens. Dit komt helemaal nog goed. En bij de constructeurs staan we zesde. Komt ook helemaal goed. Even die bitch bellen, hoor. Want dit is mooi. Dit vindt hij vast mooi. Jos, jongen. Ik vind het echt prachtig. Je hebt zo lekker gereden, jongen. Vierde plek. Al wie had dat verwacht in de derde race van onze teampie. Huh? Ja, dankjewel. En zo zie je maar gewoon dat geld gewoon, hoe geld er tegenaan gooien, altijd werkt in Formule 1. Ik hoop niet dat je, zeg maar, aandelen hebt in McLaren of Ricciardo. Nee, ik heb alleen maar aandelen in Golden Power Racing, joh. Met Ricciardo. Amateur. Kan niet eens een beetje fatsoenlijk rijden, joh. Dus je rijdt achter iemand en in één keer gaat die links, crasht die de muren. Ja, kom op, man. Wat ben je dan voor coureur? De bocht ging ook de andere kant op. Hey, maar één voorwaarde. Ik wil wel, wel even het podiumpje halen. We zijn nou zo dichtbij. Dat moet toch lukken? Ik ga potverdorie alleen nog maar op het podium finishen vanaf nu. Wat denk je daarvan? Ja. Ik wou zeggen, dat moet lukken. En dan moet Dan ook nog even een beetje meer naar voren rijden. Want je kan het niet altijd maar in je eentje doen. Je hebt wel een goede teammate nodig nog. Dus ik hoop dat hij nog wel gaat presteren de volgende race. Want anders dan moeten we toch op zoek naar iets anders. Anders stap jij toch gewoon weer in die auto. Fuck it. Maar ja, daar zien we dan wel weer op. Hey, lekker gewerkt vandaag. Jij ook lekker gewerkt, joh. Hoppakee. Ja, dames en heren. Dat was er weer. Op naar meer. Ik zie jullie de volgende keer. Hey, dat rijmt. Dag.